Karin. En die heeft me hier mee naartoe genomen met de auto. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer donderdag toch? Ja, dat dacht ik donderdag. Ja, Thursday. Donderdag. Simpel zat. Sorry voor het bewegen. Het is vandaag de 28e van de 7e 2022 en we leven om 13:22. Ook dat allemaal nog. De dames die willen er graag nog even eruit. Hè, dametjes? Van het goede leven. Ja. Ja, en ik had Karin al even gebeld, maar die neemt nog niet op. Ik denk dat die nog lekker ligt te knoren. Ja, moet allemaal kunnen. Ja, toch? Ik ga dus met ze lopen, zoals ik al zei. En wat de dag nog verder brengen gaat, weet niet. Karin die wou naar de Action. Dus ja, dan gaan we daar dan even naartoe. Maar of dat doorgaat, ja, dat weet ik niet. Ligt allemaal aan Karin. Ja, die ligt bij te tanken, laat maar zeggen. Dus. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit wat de dag ook brengen gaat. Ik weet het echt niet. Het is in ieder geval heel gekachtig weer. Het is bewolkt en toch schijnt de zon. En de bewolking, die vind ik abnormaal. Ja, gaan we weer. Ja, echt. Het ziet er af en toe zo bizar uit. Ik ben dit echt van vroeger uit niet gewend, zo gek. Ja, hoe het in elkaar zit allemaal. Sommige gedeelten lijken op profiel van sportschoenen. Zie even die noppen erin. Ja, echt heel gek hoor. Ik vind dat zo raar. En het is zo donker. Raar en grauw. Ja, en ook die strepen die je af en toe wel door de blauwe lucht heen ziet. Nou, dat is ook zo raar. Ja, nou, ik zie het zo niet hoor. Het is zo raar bewolkt. Maar in ieder geval, wie ben ik en wie zijn jullie? Misschien zien jullie er wel niks in, nee. Maar ja, let maar eens op hoor. Ook filmpjes op YouTube of op Telegram of wat dan ook. Je vindt ze echt wel ertussen. Maar ja, oké, lieve vrienden. Wij gaan toch genieten van vandaag. En we zien wel hoe het allemaal vandaag gaat. En ja, ik probeer jullie daar een beetje mee te nemen. Of we weggaan of niet, ik weet het niet. Ja, en in de winkel lopend kan ik niet vloggen. Dat gaat het hem niet worden, hè. Want ik loop met die rollator. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Karin die vlogt dan wel. Dus ja, we zien wel. We zullen het beleven. Ja, toch? Dus geniet lekker en geniet ook gewoon weer met ons mee. Ja, nou zijn we ergens beland. Daar hebben we Karin. En die heeft me hier mee naartoe genomen met de auto. Het heet hier Balzand. En ik heb wel vaak over Balzand gehoord, maar waar het was, weet ik niet, wist ik niet. Al weet ik er eigenlijk nog niet hoe ik hier met de boek ooit zal moeten komen. Maar dat gaat me ook later zien straks. Dus ja. Dat dus. En er lag een bootje in het water. Ook dat nog. En ja, die is eruit gehaald. En daar gaat een sportvliegtuig. En daarginds hebben we sluizen. Ja. En het is nou ultra laag water. Want als je dit ziet. Ik zie lekker niks nu, maar dat doet er niet toe. Daar hebben we dan normaal water. Dus dan ligt waar ik nou op sta ook water. Ja. Niet licht water, maar dan stroomt daar water. Dat moet ik zeggen.
Ja, dat het is grandioos. Wat een uitzicht. Ja, helemaal goed. Dus. Maar oké. Okay. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het aanzicht. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer geruime tijd thuis. Ja, want Karin die wou ook nog even lekker slapen. Nou ja, gelijk het met zoveel pijn. Want het is niet leuk om ook nog eens een keer een oorontsteking te hebben. Ik weet er alles van. Nou, geloof mij, ik zou gillen als ik zo'n pijn zou hebben in mijn oren. Want ik kan namelijk niks aan mijn oren hebben. Ik heb wat dat er gaat te veel meegemaakt met mijn oren. En ik weet wat oorontsteking is. Nou, dat is geen pretje. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Ze heeft de ruppeltjes gehaald en er zit een verdoving in. En ze weet wat dat inhoudt, wat dat spul is. Dus ja, daar krijgt ze ook die spuiten van mee. Er zit ook van dat spul in. Die ze in de buik krijgt, weet je wel, voor de acne's. Maar het is inmiddels al wel weer 18:59 en dat is, betekent dat ik weer ga lopen met de twee meisjes. En ik ben daar ook mee bezig, net het eerste dingetje erin gedaan. Maar ja, toen zei moeder natuurlijk, je moet naar de wc. Dus ja, daar ben ik ook net geweest. Hé meisje, ja nou, potverdikkie, wat zijn we lief, hè? Wat zijn we lief. Dus ja, dat was allemaal. En ik heb Mary gebeld, ik heb met Janne gebeld en Brutus is ziek, heel ernstig ziek, ja. Maar Janne, ik heb je net aan de telefoon gehad, maar
Ik zou toch zeggen, geef het beestje, laat dat beestje inslapen, want dit komt nooit weer goed. Nee, en hij is 18, dus kom op. Dat beestje hier op zijn einde van zijn Latijn, dat plast allemaal op je kleed. Nou ja, terwijl de kattenbak in de gang staat. Kan toch niet? Nee, laat een beestje inslapen alsjeblieft. Ja, dit kan niet. Maar ja, hopelijk doet ze het. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze.